Yo die mensen, welkom terug op mijn nieuwe Fortnite video. Vandaag is het tijd voor een Fortnite quiz! Oh mijn god, wat ben je goed? Hey Rudy, het is tijd voor de allerbeste Fortnite quiz van heel de wereld. Oh Fortnite quiz van heel de wereld. Je ziet dat we maar 10 minuten hebben deze ontiegelijke vervelende playgrounds. Dus Rudy, ga maar vast klaarstaan. We gaan alvast beginnen met de vragen. De video moet wel 10 minuten zijn, want ja, anders is het niet goed. Doorballen. Ja, kom op, we kunnen dit, we kunnen dit. Oh, wat ben je aan het doen, Rudy? Ja, ik ga voor B, oké. Okay. Stel je vragen, Link. We hebben nog met 10 minuten. De eerste vraag is het antwoord B? Is dat A, nee? Is dat B, ja? Of is dat C, nee? Het antwoord is B! Ja, ja, ja. Oké, okay, dat was even een nephokje. Even als test, weet je wel. Dat je weet wat de bedoeling is. Hout is A, steen is B en metal is C. Is dat duidelijk? Dat is duidelijk. Oké, okay, en je kan doodgaan als je het fout hebt. Goed, we gaan naar vraag 1. Wie is de beste Fortnite-speler? Ah, nee. Is dat A, Link? Is dat B, Ninja? Of is dat C, dinkedinkedinkedinkedink? Dat is een strikte vraag. Link en Ninja zijn dezelfde persoon. Dus ik ga voor A. Oh. Mag je nou helemaal doorheen lopen? Ja. Oké. Je hebt hem goed! Oh mijn god, Ninja was ook goed geweest, want we waren precies dezelfde persoon. Want daar zit ook geen trap in. Oh, wat echt niet? Nee, er zit daar geen trap in. Was het echt een strikvraag? Nee, maar bij Duncan zat er wel in. Er zat er wel een trap in. Maar goed. Duncan is ook niet zo heel goed. Nee, maar hij doet het met zijn hunting rifle, weet je. Snap je nou wat ik bedoel? Ja. Hey, maar gelukkig zijn we aangebroken bij de nieuwe vraag. En de nieuwe vraag is, wie heeft de beste score in Fortnite Jachtseizoen, seizoen 1? Is dat A, Duncan? Oh, is nee. Dat B, Wouter van Dodo Games, NL-BE? Of is dat C, Game Meneer? Ik denk Wouter. Ja? Denk je Wouter? Oh! Je bent niet best wel. Je moet van team switchen. Laat me mijn leven herdenken trouwens. Volgens mij was het niet antwoord B. Je liep door een trap heen, dus ja. Wat denk je? Goed. Ik denk antwoord B. Wouter. Ja, ga er maar doorheen. Gaan we dan. En het was hartstikke fout, hè? Weet je wat het antwoord was? Nee. Het antwoord was de game, meneer. Want Don is heel goed. Dat meen je niet. Is hij beter dan Duncan? Hij is beter. Ik moet zeggen, Duncan. Die heeft het misschien helemaal niet zo goed gedaan. Maar dat geeft voor de rest niet. Ik zou ook op het spugen. Maar gelukkig zijn we aan bij de volgende. En dat is, wat is mijn lievelings Fortnite dansje? Is dat A, de eagle? Is dat B, de llama bell? Of is dat C, jubilation? Jubilation. Ja? Let's go! Yeah! Rudy! Goed gedaan, hè? Goed gedaan, hè? Ja, maar je vond die eagle vond je ook leuk. Daarom vond ik het zo moeilijk. De eagle zit dan misschien top 10, maar de lama, denk ik nog steeds wel nummer 2, hoor. Oh, de lama. Ja, lama wel zo heerlijk. Die is wel echt heerlijk. Hey, weet je wat ook heerlijk is? Vraag nummer 4. Hoe heet mijn pickaxe? Kijk maar even goed naar mijn pickaxe. Kijk maar. Hoe heet die? Ik ken alleen je pick. Ga door. Oh, is dat A, Shark Junior? Is dat B, Chomp Junior? Of is dat C, Angry Fish Junior? En je bent al doorgelopen? Oh, je wist het antwoord al. Nou, oké. Okay. B, Roeder, je bent zo goed in Fortnite. Ja. Oh my god. Ik ben een pro, man. Oké, maar vraag 5, het is wel de moeilijkste vraag. Hier komt die. Hebben de kijkers al een duim omhoog achtergelaten? Is dat A, ja? Is dat B, nee? Of is dat C, nee? Hebben ze al een duim omhoog achtergelaten op deze video? Ik denk nee. Denk je nee? Nee, wacht, hold up. Kijkers, doe even, oké? Anders ga ik dood dankzij jullie en hebben jullie moord op jullie naam staan. Oh, en de kijkers hebben de duim omhoog achtergelaten. Oh my god, ik ben zo trots op de kijkers. Oh mijn god. Goed gedaan. Kijkers. Vraag 6. Wat is Joost zijn meest bekeken Fortnite video? Dat hoor jij te weten, want jij bent Joost 2.0, remember? Ja, ik weet het. Het is mijn vlees en bloed. Oké, is dat A, het dodelijke doolhof? Of is dat B, 200 euro uitgeven aan V-Bucks? Of is dat C, nieuwe homing missile is geweldig? En hij gaat voor het dodelijke doolhof. Het dodelijke A. Ik was even aan het twijfelen, want die V-Bucks video ging ook wel lekker. Volgens mij was het trouwens wel een V-Bucks video. Ik hoor je niet doodgaan, ik had het goed. Het is jouw fout. Regie? Hallo? Hey, we gaan door naar vraag 7 en dan moet je even kijken naar mijn reet. Kijk naar mijn reet. Hoe heet mijn backbling? Is dat A, Sharkfin? Is dat B, Chompfin? Of is dat C, Fin?
Oh, nee. Ja hoor. Die weet ik legit niet. Die weet ik niet. Dat dacht ik al. Ga je voor Finn? Ja, maar dat doet Fortnite nooit. Huh? Fuck it, dan gaan we. Nee! Oh, het is fout. Het is fout. Het is fout. Het antwoord was Sharkfin. Gewoon Sharkfin. Ik dacht ze gaan voor een woordgrapje of zo, weet ik veel. Stomme Fortnite. Ik hou wel van Fortnite. Hallo, B-roeder. Je bent al een paar keer doodgegaan. Maar dat geeft voor de rest niet, want we zijn aangebroken bij vraag 8. En dat is bij de eerste video van Legends of Gaming. Wie hadden er gewonnen met de eerste Fortnite-video? Was dat A, Link, Duncan, Milan en Jeremy? Is dat B, Joost, Milan, Rudy, Don? Of is dat C, Don, Roy, Joost en Duncan? Nee, je bent al door. Hey, wat ben je hartstikke goed, Rudy. Laat me gewoon even mijn vragen voorlezen. Ik vergeet het verlies nooit. Oh, het komt de vernedering, op. Link. Het was zo aanwezig. Weet je wat ook aanwezig is? Vraag 9. Hoeveel Fortnite-video's upload ik in de week? Dat weet jij, want jij bent een echte B-roeder. Is ja, dat ja, ja. A, 1, is dat B, 2, of is dat C, 3? Ja, ik had het gewoon echt andersom moeten doen. Gewoon 1, 3 en 2, om jou goed te beneden. Ja. Maar dat weet je natuurlijk, want jij bent een B-roeder. Ja, weet je, wij kennen elkaar gewoon heel goed. Ja, ik weet ook dat jij echt alleen maar voor hem uploadt. Weet je, ik ben ook gewoon iemand die dat gewoon weet. Ja, wat? Nee, dat Hallo? Klopt niet helemaal. Nee? Maar weet je wat wel klopt? Vraag 10. Bij de challenge Search Jizz Sauce Puzzle Pieces in Basements. Wat krijg je een plaatje te zien als je alle puzzelstukjes hebt gevonden. Oh. Wat was het plaatje? Was nee, daar heb ik niet op gelet. Een tomatenhoofdje, was het B een lama of was het C de kubus? We gaan voor de lama. Het was een lama. Oh mijn god, B-roeder, wat ben je hartstikke goed. Ik zie dat hier mijn weg helemaal nog niet is gemaakt. Hey, je hebt een checkpoint, gefeliciteerd. Wow. Oh, en ik kreeg meteen wapens zo te zien. Super sick. Oh, wow, ja. Een heavy sniper, dat had je echt niet hoeven doen, Link. Nee, maar dat heb echt ik toch wel voor jou gedaan. Hey, welkom bij de volgende vraag, Rudy. Hey. Dit is vraag 11 en dat is mijn favoriete vraag. Weet je waarom? Omdat ik daar weer eventjes mijn kont voor mag laten zien. En dat is, hoe heet mijn skin? Is dat A, Strider? Is dat B, Fate? Of is dat C, Valor? Laat mij eens heel even twijfelen. Hey. En, je hebt hem, wauw. Alsof jij dat gewoon wist. Alsof ik mijn geld heb verspild. Alsof jij weet wat Fortnite is. Maar goed, we gaan door naar vraag 12. En dat is, wie heeft de slechtste score in Fortnite Jachtseizoen seizoen 1? De link staat trouwens in de beschrijving. Oh mijn god, kijk de playlist. Is dat A, Rudy, B, Rudy of C, Rudy? Is dat A, Roy? Is dat B, Rudy? Of is dat C, Pascal? Allee, we gaan voor C. Ga je voor Pascalletje? No, en dat is fout! Dat is fout! Ik kan je vertellen, dat is Roy. Echt? Ja! Maar ik dacht, joh, die Roy die heeft tenminste wat ervaring, dus die zal al ver komen. Ik had Roy genonscoped, was die dood. Royetje, Royetje. No scope. Oh my god! Oh my god! Heel kut dit. Ja, sorry, kan ik niks doen. Voel me genaaid. Ja, ik ook wel eens. Mag ik anders niet op jouw plekje nee, gaan nee, staan? Nee, ga weg. Oké. Want we zijn namelijk aangebroken bij mijn favoriete vraag 13. En dat is, in welke kleuren vind je de dual pistol? Is dat A, paars en goud? Is dat B, blauw en paars? Of is dat C, groen en blauw? Blauw en paars, map boy! Oh my god, Rudy met kerst is goed in... Oh mijn god, bijna alles gesloopt. Ja, bijna. Hé, maar weet je wat niet gesloopt is? Vraag 14. Welke rarity is deze dans? Oh nee, volgens mij blauw, maar ik weet het niet zeker. Is dat A, groen? Is dat B, blauw? Of is dat C, paars? We gaan voor blauw. We hebben de circle. Yeah, de tijd boy. Dringt. De tijd dringt. Zit een tijdbonus aan, hè Rudy? Oh mijn god. Ja, ga je het halen? Oh mijn god, ga je het halen? We gaan door naar de volgende vraag. Geen probleem. Oh, kut. Ik heb een launchpad nodig. Kut. Ik heb een launchpad. Oké, kom de launchpad brengen, snel. Oké. Laat ze je launchpad. Of hier. Ja, je plaatst hier. Ik kan plaatsen hier op ceiling. Ik kan dat niet plaatsen. Oké, moet het doen. Oké, let op de vraag. Hoe heet mijn glider? Zie je mijn glider? Oh nee. Oké. Ga door met je vraag. Oké, is dat A, Sugar Crash? Is dat B, Sugar Glider? Of is dat C, Sugar Rider? Sugar Crash, Sugar Rider, Sugar Glider. Ja, wat is Sugar Crash! En het is
helemaal goed. Correct, oh mijn god. Ik wilde je trikken door twee rijmende dingen bij elkaar te doen. Maar Beroede is niet te stoppen. We hebben nog minder dan 4 minuten. We moeten opschieten. Oké, okay. Ja. Hoeveel squad wins heb ik? Is dat A, 50 tot 100? Is dat B, 100 tot 150? Of is dat C, 150 plus? Ja, je bent wel de Nederlandse niet. Shit, ik zie al dat ik hem... Oh, what the fuck? Ik was dronken en liep ineens die kamer binnen. Zo dan. Oh, godver. Ah, ik was opeens weer dronken. Je denkt zo weinig over mij. What the fuck? Heb je al zoveel winst? Ik heb al zoveel winst. Doe even normaal, bro. Sorry, ik moest aan Joost denken, man. Nou, dat vind ik wel een beetje gemeen. Over Joost gesproken. De volgende vraag gaat over hem. In welke kleur vind je de semi-autosniper? Is dat A, paars, goud? Is dat B, blauw, paars? Of is dat C, groen en blauw? Groen en blauw! En de border komt te storm! De border! Jij hebt nog drie vragen te gaan, Rudy. Oké, go. Vraag 18. Wat is momenteel mijn favoriete wapen, of mijn lievelingswapen? Is dat A, de suppressed assault rifle? Is dat B, de heavy sniper? Is dat C, de dual pistol? De nieuwe suppressed assault rifle! Nee! Jij bent dood. Rudy, nog twee vragen. Schiet op, snel! Ja, ik heb geen healing, Stel de vraag terwijl ik duik. Oké, dat is een goeie. Welke rarity is deze dans? Dit is zo intens, ik zie je dans niet. Man, ja, maar ik moet hem even... Hij staat niet tussen mijn ding, hè? Tijdsdruk. Oké, zie je hem? Oh, ja. Oké, is dat A, groen? Is dat B, blauw? Of is dat C, paars? Het is blauw! Oh my god. Rudy. Ik heb het goed. Laatste snel, de laatste vraag. Oh, dit gaat net. Hoeveel V-Bucks krijg je voor 99,99? Is dat A, 11.500? Is dat B, 12.500? Oh, nee. Of is dat C, 13.000? 13.500! Let's get it, boys! En B-Roeder heeft hem helemaal goed. En ik dab. Oh. En doe je B-Roeder. Wauw, ik ben echt trots op je. Ja, wat krijg ik nu ik gewonnen heb? Je krijgt 12 maagden. Maar Rudy, voordat ik dood ga. Kom met mij het outro doen. Hey, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem nou tof? Doe dan eventjes een blauw duimpje omhoog. Oh, rudimentair wint. Wauw. Yeah. Wauw, Rudy. Je bent hartstikke goed. Vergeet vooral niet hier twee video's te kijken. Oh, het is hartstikke leuk. Zijn playlisten. Fortnite jachtseizoen en Fortnite minigames. Klik erop, want het is hartstikke leuk. En hier kun je hem abonneren. En hier kan je merchandise kopen. Zoals deze hele mooie muts. Te kopen op linktijger.nl, toch Rudy? Ja, www.linktijger.nl/... Koop als een shirt. Die slash hoeft dan niet, maar je mag het wel doen. Zeker weten. En later.